Met deze drie tips haal jij nog meer uit het water wat je drinkt. Water drinken is erg goed voor ons, maar er zijn een aantal punten waar je goed op moet letten wanneer je veel water drinkt. 1. Pas op met het hergebruiken van plastic wegwerpflesjes. Plastic flesjes bevatten namelijk zogenaamde xeno-oestrogenen. Dit zijn chemicaliën die ons lichaam aanziet voor oestrogenen. Door deze xeno-oestrogenen vergroot je de kans op oestrogeendominantie. De gevolgen hiervan zijn vet vasthouden op heupen, billen en benen. Daarnaast wordt oestrogeendominantie in verband gebracht met PMS, migraine, menstruatieproblemen en endometriose. Kies liever voor water uit glas of hervulbare flesjes die deze stoffen niet bevatten. Dit zijn de zogenaamde BPA-vrije flesjes. De dopper is daar een voorbeeld van. 2. Drink Keltisch zeezout. Drink 2 maal per dag een glas water waarin je Keltisch zeezout oplost. Door het drinken van veel water verlies je mineralen. Je spoelt deze als het ware mee. Keltisch zeezout bevat naast natrium en chloride nog vele andere mineralen en spoorelementen. Dit is om deze reden niet te vergelijken met normaal keukenzout. Door Keltisch zeezout te drinken, vul je deze mineralen en spoorelementen weer aan. 3. Drink geen liters water bij de maaltijd. Door veel water bij de maaltijd te drinken, zorg je ervoor dat je de maagzappen die nodig zijn om je voedsel te verteren, te veel verdunt. Veel mensen hebben last van een tekort aan maagzappen, wat zorgt voor een slechte vertering en opname. Het beste is dus om het overgrote deel van je water los van de maaltijd te drinken. Op je gezondheid!